er wezen of er niet wezen? Dat is de vraag. Is het eervoller om lijdzaam het wispelturig lot te ondergaan dan je te weren tegen de zee van zorgen die je door verzet meent te kunnen keren? Sterven. Slapen. Meer niet. Rust vinden voor het hartzeer en de duizend natuurlijke prikkels die je lichaam bewegen. Is dat het voltooid leven dat je voor ogen staat? Sterven, slapen, misschien wel dromen. Maar pas op, daar loopt het spaak. Want in welke gedaante komt de dood je bezoeken? Je rent voor je leven op het ovaal van de wedrenbaan. Je wacht op erkenning van hem wiens ene zaadje door een kosmisch toeval dat ene eitje deed ontkiemen van haar die vervangbaar bleek. Je begon zonder te weten. Je kreeg succes zonder te kunnen. Je zag de Allerhoogste met aan zijn rechterzijde Lucifer, de duivel. Je gaf het voetvolk stem. Het dreigde je te overstemmen. Je struikelde in het aangezicht van je helden. En je krabbelde overeind. Niet voor het vermaak, maar voor het bestaan. Je vernieuwde, je liep vast, je vernieuwde. Je ging met de pathos van de onmisbare. Maar je knechten hadden al een nieuwe meester. En je speelde, wankelend. Wie kan mij zeggen wie ik ben? En zo maakt het geweten lafaards van ons. En zo wordt het gezond verstand verziekt door kleurloos gepieker. En lopen toekomstdromen op niets uit. Tot je er geweest bent. Nou, zeg het maar, Hans. Ja. Ik zou je even de tekst geven. Lopen er eventjes. Ik begin dus met de bekende Hamlet. Er is enorm al over zijn of niet zijn, te zijn of niet te zijn, er zijn of er niet zijn. Bestaan of er niet bestaan. Ik weet niet of deze wezen en het niet wezen. Ja, ik denk dat dat dan ingebed is in alles wat eraan vooraf gaat. Ik zit hier als toneelregisseur en niet om jou als solist deze Klaus te laten doen. Nee. Ik denk deze Klaus zit ingebed in het middelpunt van dat gigantische stuk. Ja. En daar past dat zijn of niet zijn in. En een wezen, ja, dat is een als je het los hoort van de voorstelling, moet je je oriënteren als toeschouwer, er wezen,
dan blijf je hangen bij het woord wezen. Dat lijkt mij gevaarlijk, maar dat heeft dan met de rest van de vertaling te maken. Maar ja, hier is het wezen aan het begin, omdat het aan het eind is of er geweest zijn. Ja, maar dat weten we nog niet. Nee, maar dat weten we nog niet. Dat moet nog komen. Tuurlijk. Maar ja, en je staat een mooi tussenstuk in. En daar kan ik natuurlijk niks over zeggen. Maar als ik denk vanuit een stuk waarin Hamlet in voorkomt, dan vraagt het te veel aandacht en weerspiegelt het het wezen. Jij probeert nou de hele Hamlet in die ene Claus te doen. En dat is een te zware opgave. Want als dit klaar is, dan hoef ik de rest van het stuk ook niet te weten. En dat is niet de bedoeling. Ik wil weten dan hoe het verder gaat. Het is nu een college hoe je secuur, woord voor woord, de betekenis aan een ander laat doordringen. Maar het kan ook van een grote kracht zijn midden in een stuk. Als er wordt gezegd, ja, zijn of niet zijn, dat is de vraag. Is het nou eervoller om langzaam en leidzaam het wispelturig lot te ondergaan dan je te weren tegen een zee van zorgen? Je kan hem dus ook heel nebenbij en uit je... Het moment is dat zijn vader vermoord is door de koning van Noorwegen, die dan al met zijn moeder een verhouding heeft. De broer van zijn vader, Claudius. Ja. Dus de broer en zijn moeder heeft daaraan meegewerkt. Ja. Het is we zijn al een uur bezig, als deze Claus komt, om achter het karakter van Hamlet te komen. Daar komen we niet uit. Waarom doet hij dan niks? Waarom probeert hij de boel nog te redden? Waarom weet hij niet hoe hij wraak moet nemen? Dus in die onzekerheid, daar zit nauwelijks tijd voor echte contemplatie in. En jij kan je het nu permitteren door dit als voordracht, als solo, als solist te kunnen doen, dan kan je daar woord voor woord, kan je alle schriftgeleerden bedienen. Hij weet verdomd goed wat hij zegt. Hij weet verdomd goed. Maar we zijn na 3 dagen aangeland in de zaal. Ja. Het publiek. Ja. We beginnen met de opnames. Ja. We hebben dit min of meer voorbereid. Ja. Ik heb daar over nagedacht. Dat is duidelijk. Dus dat proces wat ik heb afgelegd, dat moet vanaf dat moment ondermijnd worden. Dat is het probleem van iedere voorstelling waar ik aan begin en waar jij aan begint, dat in wezen ieder woord even belangrijk voor je is. Ja. En dat kan niet, dat kan alleen bij de eerste try-out. Maar daar moet een ritme in komen. Ja, 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 en dat wil niet zeggen dat het ene onbelangrijker dan het andere is. Nee. Maar dat in het belang van het geheel precies. Moet daar dan iets aan gebeuren. En dan zou dit, is het knooppunt in het stuk. Het is wel de as. Ja, 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 ja. Nou, dat hebben we ook, moet ik eerlijk bij zeggen, dat hebben ook de schriftgeleerden in de loop van de geschiedenis de as van gemaakt. Want hij heeft nog 8 monologen en die zijn eigenlijk even belangrijk. Ja. Maar omdat je uit deze niet echt komt, wat is nu te zijn of niet te zijn? Wat is zijn en wat is niet zijn? Daar blijft men dan aan de schrijftafel aan hangen, terwijl je het als acteur moet zeggen, zijn of niet zijn. Jij zegt in wezen hoe terloopser je het brengt. Ja, hoe meer indruk het maakt. Maar goed, heb ik hier die doodskop in mijn hand? Of is dat... Nee. Dat is later. Maar in mijn herinnering gaat Hamlet hier toch wel even voor staan. Dan gaat de voorstelling fout. Dan gaat de voorstelling fout. Dan derailleert hij. Wie zijn dan... er om hem heen? Zijn er nog alleen Ophelia? Ja. Ik... Ja. 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 Zijn of niet zijn. Dat is de vraag. En hij richt hem, ik richt hem nu ook echt rechtstreeks tot het publiek. Ja, en dat is niet zo. Dat mag ook. Dat geeft niet. Niet. Als je alleen maar op Ophelia zou richten, dan denk ik, mag ik ook nog meedoen als publiek? Dus ik vind het prettig om aangesproken te worden. Want ik wil jullie, publiek, wil ik wel tot mijn medestanders maken. Ik wil wel dat jullie begrijpen wat ik zeg. Ik zeg het niet zomaar, zijn of niet zijn. Daar moet je over nadenken, thuis.
Ja, ik ga nog één keer dat eerste stukje doen. Oké. Okay. Dan met deze regie aanwijzing. Oké. Okay. Wil je nog één bemoedigende aanwijzing geven? Ja. Meer in de zaal kijken. Meer in de zaal kijken. Ik ken die tekst natuurlijk niet. Nee, dat geeft niet, maar de dingen die je wel weet, mij frère et compagnon maken, dat ik erbij hoor. En nu zie ik iemand die de tekst interpreteert en daarover nadenkt als die bezig is. Maar daar heb ik gauw genoeg van, want dat is voor jezelf en niet voor mij. Nee. Je moet mij raadsels opgeven, ja. Denk ik. Zijn of niet zijn. Zijn of niet zijn. Dat is de vraag. Is het eervoller om lijdzaam het wispelturig lot te ondergaan dan je te weren tegen een zee van zorgen die je door verzet meent te kunnen keren? Ja, dat is veel beter. Veel beter. En als het een echt repetitieproces zou zijn, dan ken je het na 2 dagen. Tuurlijk. En dan kan ik makkelijker je attenderen op. Ook over mij heen en achter me zitten ook mensen. En het blijft erg bij jou. Ja. Ja. Kijk, ik heb het voordeel, en dat heb ik wel eens, ook wel eens een keer tegen je gezegd. Ik repeteer niet. Nee. Ik begin. Ja. En dan, en dat wordt met de jaren wordt dat ingewikkelder. Die eerste voorstelling is over het algemeen een drama. Ja, oké. Okay. Want ik weet niet wat ik zeg en de zaal weet niet wat ik zeggen wil. Dus... Maar dit is een tekst waar je zo goed moet weten wat je zegt, dat je dat niet meer hoeft te bewijzen. Door meteen te spelen. Hè? Door meteen te spelen. Ja. Er is geen betere regisseur dan het publiek. Nee. Nee, maar daarom reageer ik. De manier waarop het publiek het hoort. En ik ben maar ik ben je eerste publiek bij deze Klaus. Ja. En ik voelde me buitengesloten de eerste keer. En de tweede keer vond ik het veel interessanter. Want toen dacht ik, wat bedoelt hij nou? Ja. Oh, maar dan ben ik al bij de volgende zin. Nee, ik moet goed luisteren naar wat hij zegt. Als het terloopser gaat, dat is makkelijker. En dat is voor jou ook prettiger. Zijn of niet zijn? Dat is al te veel, vind ik al te veel. Te veel? Dat vind ik te veel. En dat komt door je zorgelijke manier van lopen. Ik geloof dat je aankomt lopen en zegt, ja, zijn of niet zijn. Jullie hebben nou een uur mee bezig gezien en ik kom er niet uit. Ben ik er nou of ben ik er niet? Is het niet veel beter om in slaap te blijven? En om op die manier de narigheden te verwerken? Want als ik droom, ja, dan win ik het altijd, want ik word wakker. Ik zou ik ben heel geïnteresseerd in wat je nou wil gaan zeggen. Nou trek je ongelooflijk mijn aandacht. Begin dan. Ja, maar zijn of niet zijn is de vraag. Ja. Is het zinvol om je te verzetten tegen het noodlot of moet je maar... Leidzaam toezien. Leidzaam toezien. Ja, Jezus. Om dat wispelturig lot te ondergaan. Ga eens door. Sterven, slapen. Ja. Meer niet. Nee, het is niet meer. Rust vinden voor het hartzeer. En de 1000 natuurlijke prikkels die je lichaam in beweging zetten. Ja. Is dat het voltooid leven dat je voor ogen staat? Ja. Dat is het beste zinnetje tot nu toe. Is dat het beste dat je voor ogen staat? Is dat het voltooid leven dat je voor ogen staat? Ja. Dat... Sterven, slapen, misschien wel dromen. Ja. Dat is veel beter. Maar pas op. Juist. Daar loopt het spaak. Ja. Want in welke gedaante komt de dood je bezoeken? Ja, dan blijkt het dus dat je met zijn of niet zijn iets bedoelt wat met leven en dood gaan te maken. Want nou ben je eraan toe om te kunnen zeggen, maar pas op, in welke gedaante komt de dood je bezoeken? Daar wil ik bij stilstaan. Want ik heb net de dood van mijn vader beleefd. Ik overweeg de dood van mijn oom die het gedaan heeft. Ik moet mijn moeder gaan bevechten. Dat kan niet anders. Want ze moet gestraft worden. En daar kom je aan de inhoud van het stuk. En dat kunnen wij meebewegen, want we hebben het al een uur aangehoord. Ja. Het is heel interessant wat je nu zegt.
die inclusiviteit ja. van de monoloog. Ja. Terwijl ik die natuurlijk eruit gelicht heb. Ja, tuurlijk. En daar ja. en in dat, de context nauwelijks mee. Ja, maar dat is wel. Kijk, iemand die de monologen van Hamlet doet, die doet dat op een andere manier dan dat hij de Hamlet in een stuk speelt. En het publiek verwacht dan ook iets anders. Als jij deze monoloog in een conferentie of wat ook gaat doen, dan kan je je permitteren te doen zoals jij het wil. Ja. Maar ik zit er als toneelregisseur. Ja, dat ik dan zeg, ja, dus ik die fietsenmaker die heeft mijn fiets gerepareerd. En ik zeg tegen hem van, was het nog wat? En dan zegt hij tegen mij, zijn of niet zijn, dat is de vraag. Ja, je moet niet zeuren over een lekke band. Niet zeuren over een lekke band. Ja. En ja, inderdaad. En zo komt dan een nieuw beginnend groepje erop om Hamlet in een fietsenstalling te spelen. Ja. Want dat kan. Dat kan. Ik heb Lucifer gezien van studenten in een bedrijfskantine. Klopte, van A tot Z. Ik dacht in een lucifersdoosje. Nou ja, dat kan ook. Dat kan niet. Nee, daar passen we niet in. Nee. Maar in een... Huh? In een bedrijfskantine. Ja, ja. Van een stelletje, zeggen ambtenaren of fabrieksarbeiders, dat weet ik niet, die het niet met elkaar eens waren en in twee kampen waren. Dat kan. Dan wil ik beginnen, en dat sluit hier natuurlijk geweldig op aan. Ik ga zitten. Ja. Zoals jij ook begonnen bent met acteren. Ja. Is het mogelijk om te gaan acteren zonder dat je ooit acteren gezien hebt, zonder dat je daar een idee over hebt, zonder dat je voorbeelden hebt? In hoeverre is een mens een geboren acteur? Dat is een moeilijke vraag hoor, godverdorie. In hoeverre is een mens een geboren acteur? Ja, als hem de angsten wordt ontnomen om zich te vertonen, als hij zich vrij zou voelen, als hij... Maar is het niet juist zo dat de mens door de omstandigheden gedwongen een rol aanneemt, ziet dat die rol in de smaak valt bij de mensen waarvan hij graag heeft ja. dat die in de smaak valt? Ja. En de anderen het maar niks vinden. Ja, spelen ja. we. Hè? Nou ja, goed, dat is ook een spelen. Dat soort schiftingsschema's spelen zich af al in de loop van de schooltijd. En dan ziet iemand in de klas van. Jongen, kom jij eens dan een gedichtje voordragen? Ja, ja. En die doet dat gewoon, die durft dat. Zo. Nou, die voelt zich daardoor. Ja, nou ben ik iets. Die heeft misschien hele slechte cijfers gehaald. Maar dat deed hij. En dan is er een schoolvoorstelling. En dan doet hij mee. En dan is hij primus inter pares. En dan gaat het stapje voor stapje. Maar wat is nou die... dat is een heel belangrijke stap. Wat is nou die... dat er één sterft van de zenuwen. Ja. En ook zijn hele leven blijft sterven van de zenuwen. Ja, ja. En dat een ander er gewoon opstapt. Ja, dat is een verschil in karakter. Dat is de ene heeft die vanzelfsprekendheid en die power en die trekt zich nergens van. Daar valt ook niks van te zeggen. Iemand die sterft van de zenuwen kan net zo'n goede acteur zijn als iemand die er gewoon oploopt. Ja, precies. En daar dan aan die zenuwen belang ontleent. En denkt, als ik niet zenuwachtig ben, dan kan ik het niet doen. Als ik niet heb overgegeven. Gijs Scholten heeft tot voor kort, elke avond voordat hij opging, in de wasbak overgegeven. En daar is hij nu vanaf. Bulimia noemen we dat. Nee, ja, okay, maar voor hem was het natuurlijk vreselijk. Ik ben ook tot op 2 minuten voor aanvang, ja, dan kan ik het loslaten. Maar ja, als je het stuk op zich bent toch in je hebt, na zo'n voorstelling of 20, dan moet er toch wel een zekere... Ja, dat is het voor het grootste gedeelte van de toneelspelers. Lukt dat? En er zijn er enkele die dat niet lukt. Maar er zijn er ook maar enkele die heel goed zijn. Maar dan heeft het publiek graag dat het voor alle acteurs geldt dat ze zo zenuwachtig zijn, want anders zijn het geen goede acteurs. Precies, maar ze laten zich overdonderen door de acteurs die dat zomaar even doen. Want dan zien ze ineens een naturel dat ze dagelijks kunnen tegenkomen. Dus er is een enorm verschil in acceptatie. Maar dat is ook het moeilijke van een ensemble.
waarin de een moet vechten voor zijn creatie en de ander dat zomaar even doet. Ja, want we hebben het regelmatig over Paul Steenberg gehad. Ja. Dat is dan degene die het komt aanwaaien. Ja. Heb je ook een voorbeeld van iemand die Gijs Scholt, die echt zijn leven lang gevochten heeft om daar te staan en om het op te brengen? Ja. Bij het zelf? Ja, ik hoef niet verder te gaan dan mezelf. Ik ga door de hel. Ik sta voor een ravijn elke avond. En dan heb ik heus wel na 20 voorstellingen. Het gaat best. Maar dat geloof ik niet. Ik denk dan altijd dat de volgende zin, dan breekt de hel los. Maar wie zit er op je hielen? Wie kijkt er mee? Ik? Ja. Ik? Maar dat is... Ja, jij wil horen Max. Nee, helemaal niet. Nee, ik wil helemaal niet horen. Ik ben niet tevreden over mezelf. Ja, maar welke maatstaf leg je dan voor jezelf aan? Dat ik erin kan zweven. En ik ben te krampachtig in mezelf bezig me te overtuigen dat ik het kan. Is het tijdens de rol de hele tijd die bijgedachte? Ja, ook wat een ander van me vindt. Niet wat het publiek vindt, want die hebben dat niet door. Dat besef ik wel. Dat hoort bij mijn professionaliteit, om mijn eigen angsten niet te vertonen. Maar ik denk dat Anne Wil tegenover mij dat ziet. En ik dat weet want, ik. Van mezelf heb ik minutenlang, 20 minuten, ben ik bezig. Ja. En land dan gewoon weer ergens. Ja. En ben dan gewoon echt leeg, gedachteloos. Ja, dat is geweldig. Dat is dat moment waar we het over hadden bij de Bruid in de Morgen. Dat ik in de ogen van Ina van Vaassen keek. Ja. En dat was dat moment van... Voor je gevaarlijk? Levensgevaarlijk. Dus misschien ben ik wel bezig om dat af te houden, dat moment komt. Ben je in staat om het bij een ander weg te nemen als regisseur? Ja, dat vind ik ook een deel van mijn opdracht. Maar ik vind het ook want heel prettig. Je herkent het, je ziet het. Ja, natuurlijk. Ik vind het heerlijk om op die manier het vertrouwen van een acteur of actrice te winnen. Om te zorgen dat de zorgen zo minimaal mogelijk zijn. En in dat aanmoedigen. En dat is iets waar weinig regisseurs zich over uitspreken. Maar iedere acteur is totaal anders. En jij moet zorgen dat ze bij elkaar komen. En je moet toch zorgen dat ieder zichzelf kan blijven. Ja, dat is die drempel die die acteur over moet. Ja? Is dat de drempel van... een tekstkwestie, hè? Dat hij niet eigen wezen niet begrijpt wat er staat. Ja, ja. Is dat een speelkwestie, dat hij niet precies voelt wat het karakter van hem vraagt en wat hij in het drama te betekenen heeft? Ja. Is dat iets van, er zitten nu mensen naar me te kijken, daar word ik zenuwachtig van. Ja. Wat is het over, of is het alles bij elkaar? Alles bij elkaar. En uiteindelijk weet iedere acteur wel, als die uiteindelijk na 5-6 weken repeteren, weet heus wel wat hij zegt. En dat de onderliggende gedachten bij de ene sterker naar boven kunnen komen dan bij de andere, dat bepaalt het talent. Elke acteur is wezenlijk verschillend van elkaar. En dat is ensembletoneel zo moeilijk. En daar ben jij natuurlijk als solist gelukkiger in. Gelukkig. Nou ja, het is genade. Ik bedoel, gelukkig. Is, ja. Nee, maar het is ook wel... Ja. Maar dat laat ook feilloos zien wat het verschil is tussen een solist en iemand die een solorol moet aanpassen in een ensemble. Ja. En daar niet... Ik ben tegen soloacteurs. Tegen solisten, daar ben ik in ensemble stukken. Ja, heb je Dario Fo aan het werk gezien? Niet aan het werk, maar ik heb wel voorstellingen van hem gezien. Ja, dat bedoel ik. Ja. En hoe vond je dat? Ja, dat is zo op de traditie van de Comédie dell'Arte geënt, waar iedereen exact moet weten wat hij zegt en eigenlijk als marionette zich moet kunnen bewegen in dat spel van Dario Fo. Dat beheersen wij niet. Dat heeft Erik Vos een hele tijd goed gedaan bij Arena en de Kleine Comedie en het begin van de Appel. Peter van der Linden was daar een meester in. Ja.
Wat is dan, want je hebt heel veel lesgegeven, ja, toch? Ja. Is er dan, zeg maar, de eerste klas, de eerste, ja, les? Ja. Wat is dan de eerste zin? Dan zie ik meteen, oh, mijn eerste zin? Ja. Nou ja, mijn eerste zin is... Mijn naam is Hans Rosette. Nee, dat zeg je er maar niet bij, want dat staat op het rooster, dat moeten ze maar weten. Maar nee, mijn eerste zin is dat ik iedereen eerst een verhaal over zichzelf laat vertellen. En dat ik, daar kan ik ze dan aan houden, want ik maak daar dan aantekeningetjes over. En dat, maar en dan, dan spreken we af wat we gaan doen. Ik ben nu zover dat ik hun voorkeur ook een kans geef. En dat ik niet als bovenmeester zeg, nou gaan we dat doen. Maar ik probeer het wel te draaien naar de opdracht die de leiding mij gegeven heeft. Maar dan begin ik ook met lopen. En als je nou, je hebt in de sport heb je de scout, hè? De, ja. Die heb je natuurlijk in theater, ja, ook. Heb jij de indruk dat jij, als je een auditie zou moeten afnemen en er zitten 300 man te wachten... met alle 300 hetzelfde idee over zich, over wat ze gaan, ja, doen. Dat je eigenlijk binnen een halve minuut ziet. Ja, ja, ja. En je maakt per, of nog eerder, per 20 mensen maak je maar één fout. Ja, ja. En je ziet meteen in het aankomen lopen. Ja, dat bedoel ik. In het aankomen lopen van zelfs al het antwoord op de vraag, wat gaat u voor me spelen? Daar hoor je het al aan. En daar zie je het. Want dan heb je inmiddels gezien of iemand een aura heeft, of iemand lopen kan, of iemand te beschroomd is, ja. Maar dat kan ook een kwaliteit zijn, dus ja, dat werk ik dan niet meteen van me af. Maar nee, je ziet het meteen. En daar ben ik niet bijzonder in, dat ziet iedereen. Er zijn maar weinig momenten dat een beoordelingscommissie, als het er meer dan 3, 4 zijn, dat ze van mening verschillen. Als het om toneelscholen gaat, dan is het meer van, nou laten we hem een jaar een kans geven als het twijfelachtig is. Ja, ik ben nu al heel lang aan het voetballen en er komen steeds nieuwe jongens bij. Ja. En die komen dan ook wel eens, omdat Sjaak Zwart in die spelersmakelaardij zit, komen dan zogenaamd voorspelen. Ja, ja. En die komen laten zien wat ze kunnen. Ja. En dan weet je ook echt binnen 10 seconden, ja, alleen al de manier waarop, ja, ze... naar de bal, bij, ja, de bal staan, ja, ja. Dat geeft het al aan. Ja. Een voetballer of geen voetballer. Ja. We zijn of niet zijn. Zijn of niet zijn, ja. 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 Dus ja, die we hebben het nu even dan over dat acteren en over dat regisseren. Ik krijg het moeilijker uit mijn mond dan jij. Dan is die volgende stap is de leiding geven. Waar ik nog graag even met jou over wil praten... is dat Franse theater waar je mee in aanraking kwam. Ja. En er was een man die heette Jean Villard. Heb je, ja, hem persoonlijk ontmoet? Ja. Ja. Ik heb ook, daar heb ik ook foto's van gemaakt. Zijn publieksbijeenkomsten. Iets wat in Nederland niet bestond. En wat ik gewoon ook overgenomen heb. Dat hij op het podiumje ging zitten aan een tafeltje. En daar zaten dan zo 200-300 mensen na een voorstelling of voor een voorstelling. En dan ging hij met ze in gesprek en dan vertelde hij een heleboel. En dat was begeesterd. Maar het was ook iemand die een toneelzendeling was. Ja, hij heeft eigenlijk uitgevonden, en dat begon al tijdens de oorlog, is hij gaan spelen. Ja. In kleine dorpjes, ja, heeft hij als het ware geprofiteerd van de tijd om dat vak onder de knie te krijgen. Ja. En toen is hij na de oorlog het gaan ontwikkelen. Ja. Dat werd het theater nationaal populair. Ja. Ja. Was dat gesubsidieerd? Dat werd gesubsidieerd. Ja. Niet zo royaal als de Comédie Française, maar het werd gesubsidieerd, ja. En hoe waren de ideeën die hij kreeg over het stuk naar het publiek brengen, het spelen, dat het stuk wat je speelt betekenis heeft, ja, en een noodzaak heeft, ja, ja. Is dat voortgekomen uit zijn eigen gedachten of haakte hij daarbij aan op een trend die er was? Er was nog niet echt een trend, maar er waren wel verschillende plekken in Europa waar er ook zo over werd gedacht. En hij heeft zich ook erg laten beïnvloeden door Brecht, door het Berliner Ensemble. Hij heeft ook Moed de Courage en al dat soort stukken gedaan. Maar hij maakte zich in die zin los van de Franse traditie door
ja, dat is misschien een hele makkelijke uitspraak, door moderner de tekst te benaderen. En niet van, ik sta hier en ik kan niet anders. En dat vonden de Fransen prachtig, dat is een soort retorisch toneel. Ja, waarin je de taal kan laten bloeien als een... Ja, wat je nu zegt, gaan we nog weer even terug naar net. En, ja, en toen ja. ik aan het begin zo stond. Ja. Stel je voor, je bent een beginnend acteur en je hebt 3 zinnen. Ja. Dan wil je dat toch op de een of andere manier wel even uitschieten met die 3 zinnen. Ja, maar daar gaan repetities aan vooraf. Dus je kan een repetitie gebruiken om buiten de band te springen. Dan zijn er ook weer heel veel regisseurs die er een soort psychologische co-counseling, het mensen afbreken, het mensen vernederen. Ja. Er is niet één regisseur ter wereld die dezelfde is als de andere. Er is niet één echt systeem. Het zijn punten die je kunt gebruiken. Ik weet ook niet of... Want je moet natuurlijk ontzettend oppassen dat je niet een... Dat is hetzelfde als een voetbaltrainer. Dat je niet te warme band met je acteur krijgt. Nee, natuurlijk niet. Er moet een distantie zijn. Ja. Maar die is niet altijd prettig, toch? Of wel? Heb jij het wel als... Nou, als je met de hele goede samenwerkt, hè, dus laten we zeggen Annette Nieuwenhuizen, hè, wat voor mij de top is van mijn leeftijdgenoot, ze is jammer genoeg overleden. Die had als hoofdrol verdomde goed door als ik meer aandacht besteedde aan die en die, want die hadden haar niveau niet. Dus die was blij dat ik als tussenfiguur me daarop richtte. Maar persoonlijke affectie op de toneelvloer is dodelijk voor het hele... Maar is dat een van de problemen bij acteren, dat er gewoon mensen zijn die beter zijn dan anderen? Is dat... Dat is een heel groot probleem. Ja. Daarom zoek je naar het best mogelijke ensemble van gelijkgestemden, waarin je de afspraak hebt, jij speelt 1 hoofdrol per jaar en de rest help je. En dat moet voor het hele ensemble gelden. En daar is Ivo van Hoven hartstikke goed in. Die regelt dat zo met z'n 16 mensen in vaste dienst. Die krijgen allemaal de kans. En er is er dan niet één die kan zeggen van, ja, maar ik nooit. En als dat wel eens voorkomt, dan haalt hij dat in. Maar dus, dit is wel heel grappig, want dit heeft natuurlijk heel veel connecties met hoe je een voetbalelftal de wei in stuurt. Ja, ja. En daar zitten op de bank zitten spelers die even goed zijn, soms misschien wel beter dan die erin staan. Ja. Maar dat is even voor die dag nodig. Ja. Ja, wel, maar die weten, bij toneel is het dan zo dat als Chris Nietveld op de bank zit, dat ze de volgende dag Tennessee Williams speelt. Heb je hier nachten wakker over gelegen? Over... Hoe je mensen... Ja, natuurlijk. Natuurlijk. En daarvan ben ik heel blij dat ik altijd een staf om me heen had die me daarin hielp. Ik heb altijd samengewerkt met mensen die beter konden casten dan ik. Elise Homans kon beter casten. Ton Lutz kon beter casten. En daar trok ik me dan aan op en kon daar iets tegenover stellen. Maar vanuit mezelf vond ik dat altijd zo moeilijk. Want ik vind iedereen even... Ja, iedereen moet even geschikt zijn. Maar er is er altijd eentje die net voor die rol iets beter is. En dan begrijpt die niet, waarom heb ik die? Want ik ben dat ook, dat is zo, maar er zit net een sprankje. En dan ligt het ook nog, dan konden Ton en ik daar ook nog van mening over verschillen. Dat Ton liever met X werkte en ik liever met Y. Terwijl we het elkaar, die acteur of actrice, ook gunden. Daar ging het niet om. Maar je moet een connectie kunnen aangaan met wie iemand is. Je kreeg op zeker met groepen als het Werktheater... Ja. Waarin eigenlijk dit gesprek gedurende de hele repetitieperiode een rol speelde. Ja. Ja. Want men ging ook tijdens de repetitie van rol veranderen. Ja. Men was opeens die en dan moest hij die spelen. Ja, die hadden niet de verantwoordelijkheid om Hamlet te spelen. Die hoefden niet de kersentuin te spelen. Waarom moeten die gespeeld blijven worden? Omdat ik vind dat er net als eten en drinken... En zorgen dat je het warm hebt als je in de kou staat. Dat die momenten uit de wereldgeschiedenis, waarop de wereldgeschiedenis rust, maar waarop onze huidige tijd rust, die rust net zo goed op de kersentuin als op de Matthäuspassion of op Elektra, dat wij die ons geregeld realiseren. En niet iedere dag het nieuwe willen doen, want daar weten wij nog niets van.
Maar dat is het experimentele theater. Dat is noodzakelijk als voedingsbron om je bij de les te houden. Maar ik wil weten waarom die kersentuin maatgevend is in de ontwikkeling van een maatschappij. Maar is dat nou niet precies iets wat deze tijd parten speelt? Ja. Ja, want de secularisatie, we hebben die Bijbel eruit gegooid. Ja, ja. Je kunt over God denken wat je wilt, maar dat boek, daar staan toch wel een paar aardige verhalen in. Aardige verhalen in, maar het leuke is dat ik ben niet met die Bijbel opgegroeid, maar als ik met Oedipus bezig ben, dan realiseer ik me de Bijbel verdomd goed. Want daar staan dezelfde noties in van gedrag voor een maatschappij. En daar put ik het uit. En Ton was katholiek opgevoed. En dat voelde je. Maar als je dus die dingen weghaalt. Het is net als met een functie. Als je nu achter de computer zit en je herhaalt bepaalde functies, dan weet je dat. Ja. Maar op een zeker moment heb je, omdat je met iets anders bezig bent, dat niet meer nodig. En dan merk je dat je al ogenblikkelijk na een maand of zo vergeten bent hoe dat zat. Ja. Dus het is in wezen, zijn die klassieken, om je er voortdurend aan te blijven herinneren. Om ze bij de les te houden, maar ook om ze nu te interpreteren. Niet om eerst om uit te zoeken wat de bedoeling was, en dan die bedoeling af te zetten tegen jouw moderne levensgevoel. Dus als jij Elektra gaat spelen met zoals het vroeger gebeurde van taram, 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 dan ben je op de foute weg. Ja, dan komen we bij Vondel uit. Ja, nou. Jij bent bij Vondel. Ja. Uitgekomen. Ja. Waarom? Hoe? Waarom en hoe? Ik ga niet de details vertellen van wat er op dat moment allemaal fout ging in de organisatie. Ik weigerde een stuk te doen waar de decors al klaar van waren, omdat ik me op vakantie bij voorbereiden daar niet uitkwam. Ik moest mijn collega's daarvan in kennis stellen met groot schuldgevoel en ik had een stel alternatieven. Die alternatieven werden niet geaccepteerd en Guus Rekers, mijn dramateur, kwam met Lucifer aan. En ik dacht, ha, fijn, want dan kan Ton Lutz dat doen, want die heeft daar verstand van en ik weet niks. Ik heb nog nooit een vondelzin in het openbaar hoeven zeggen. Daarbij zei het me allemaal niks, helemaal niet. En Ton durfde dat niet aan, na weken daarover praten, omdat hij bang was dat hij in de fouten van de traditie zou vervallen. Een heel modern inzicht. Vervolgens was het, je kan niet 14 dagen van voor de lezing kan je een nieuwe regisseur bestellen. Dus dat moest ik doen. En toen zei ik, maar Jezus, dat kan ik niet. En nou, bestudeer de eerste bladzij maar, zei Ton, dan gaan we er wel eens over praten, of je er niks in ziet. En op een zaterdagmiddag heb ik auditie gedaan op mijn, wat was ik, 40, op mijn eigen kantoor bij Ton, om teksten uit Lucifer voor te lezen. En ja, dat was ongeveer wat wij net gedaan hebben. Ja. Met z'n tweeën. Jij stond daar opeens. Nou nee, ik mocht blijven zitten. Ik zat op een bank en ik moest laten horen dat ik iets begreep van Alexandrijne en daar begreep ik niets van. Maar ik benaderde de tekst. Leg even uit, want hier. Alexandrijne is een ritme in een zin. Tadam, 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 tadam. Zoals Vondel dat heeft geschreven, met die klemtonen, met dat rijmschema. En acteurs hebben daar altijd, zijn daar altijd trouw in geweest. Maar dat gaf een dreun en een ongezelligheid van tekstbehandeling. En waardoor je na 40 minuten in slaap viel. Want dat was tadam, de betekenis maar kwam goed, niet. Maar er is een tijd geweest waarin het wel appelleerde. Jawel, omdat ze het op school hadden gehad, iedereen. Ja. Iedereen kende die teksten. Dus was het interessant om ineens Han Bens de Gijsbrecht te zien spelen. En de tekst was gekend. En dan zag je door het grote talent van Han Bens dat die Gijsbrecht ook anders gespeeld kon worden dan Albert van Dalsen bedeed. Ja. Maar goed, ik slaag tot mijn ongenoegen voor die auditie. En Ton zei, doe dat maar. Nou, en hij was er lekker vanaf, maar oké, dat zal een bijgedachte zijn. En ik begon dat stuk steeds mooier te vinden qua inhoud. En die tekst, die stuurde me wel, maar niet die ritmes. Nee, de inhoud is een revolte in de hemel. In de hemel. Tegen de godheid, omdat hij een belofte heeft gebroken. En daar kwam Lucifer, wat een aartsengel was, die heel hoog in de troon van God zat, kwam daartegen in opstand en zei, lieve God, dat is de afspraak niet. Het ging erom, eigenlijk om de identiteit van de engel tegenover de mens.
Nou ja, dat God de mens had boven de engelen gesteld. Ja. Ja. En dat was de afspraak niet. Die mens mocht wel, maar het mocht niet de positie van die engel aantasten. En Vondel heeft daar met al zijn geloofsworstelingen zo ingeleefd in Lucifer, dat je tot het laatste toe Lucifer gelijk geeft. Omdat de belofte is gebroken. Dat is net als die ellende met het gas op de hoogte. Die thematiek is elders in de wereld in stukken... Vertaald. Milton heeft tegelijkertijd is daar ook mee bezig geweest. Maar echte toneelstukken daarover, letterlijk, nee. Het is wel na de hervorming geschreven, maar Vondel was overtuigd katholiek. Geworden, ook dat nog. Die is naar het katholicisme overgelopen als rechtgeaarde Calvinist, protestant. En zijn vader voor de vervolgingen vluchtte en bij toeval in Amsterdam terecht is gekomen. En daardoor Nederlander is geworden, terwijl hij in Keulen is geboren uit Belgische ouders. Dat is een ongelofelijke import. Kijk, het moeilijke van het stuk is dat je hebt al God... maar die komt er helemaal niet in voor? Nee, die laat zich vertegenwoordigen door Raphaël. Oké, maar dan heb je dus mensen en engelen. En als je het moet gaan spelen... Nee, maar het mooie van het stuk is dat er alleen maar engelen zijn. En er zitten geen mensen in. Nee. Er zitten geen mensen nee, in. Nee, maar... Oké, maar... Dus wij moeten... De engelen praten over mensen. Ja, tuurlijk. Maar wat is een engel? Geen mens. Nee. Maar wij zijn de enige die daar vorm aan kunnen geven. Ja. En vroeger gebeurde dat met lange jurken. En in Vondels tijd ook. Maar dat werd na één voorstelling verboden, zoals ik vertelde. Omdat het engelen waren. Dat mocht niet. Dat mocht niet. Maar goed, wij weten dus... Maar ik hoef je toch niet de hele inhoud te vertellen. Nee. Ook niet de manier waarop we deden. Maar juist omdat ik geen verstand had van Alexandrijnen... kon ik ze behandelen zoals ik nu net tegen jou zei van zijn of niet zijn, maar niet zijn of niet zijn. Want dat is wel het ritme. En een acteur voelt qua instinct wat het ritme is, maar daar moet je naar mijn idee altijd tegen ingaan. Omdat je anders alleen maar, ja dat is museum, dat is, zo was het en zo hoort het. Maar als je zonder te veel aan de tekst te veranderen authentiek kunt blijven... Kijk, en weet je wat het knappe van Vondel is? Die Alexandrijnen komen wel terug. Zonder dat het je bedoeling is, als je 40 dagen repeteert tegen de tekst in, neemt de tekst dat ritme weer rukzichtloos over. En dat gebeurt bij alle acteurs, van groot tot klein. En dat, ik heb 12 stukken van Vondel gedaan, het lukt altijd. En binnen 5 minuten. Mensen die met grote weerzin, oh god, gaat die kroket... Die gaat weer een stuk van Vondel doen. Binnen 5 minuten, als je ze niet binnen 5 minuten hebt, dan moet je er niet aan beginnen. Dat moet je niet doen. En op die manier hebben we die tijd doorgebracht. En ja, in een nieuwe repetitielokaal van het Publiekstheater. En dat hadden wij verhuurd in de zomer aan de VPRO, die daar een programma wilde maken. En die hadden trekken aangebracht in het repetitielokaal, met onze toestemming. En we zijn aan het repeteren. En ik zit ook wel eens afgelopen. Oh, Jezus, hoe moet ik nou verder? Ik zie die trekken en ik denk ineens, hey, die moeten we gebruiken. We moeten een schommeltje aanhangen. En we moeten eigenlijk zorgen dat die hele voorstelling, dat ze nauwelijks hoeven te lopen. We moeten eigenlijk zorgen dat die voorstelling in beweging komt. Maar goed, hoe moet je dat doen? We hebben er een hele oude trapezeleraar bij gehaald. Heel oud mannetje. En die ging ons leren hoe we met schommels moesten omgaan. Nou, het feit alleen al dat je op een schommel zit en die moeilijke teksten moet doen, maakt je menselijk. En maakt acteurs die nog nooit... Jan Rethel, groot acteur, had nog nooit een Vondel gespeeld. Hij was een voorbeeld voor iedereen. Juist, hij zei, mag ik bokshandschoenen aandoen? Mag ik boksschoentjes aandoen? Ja, en een beetje als Chaplin. Ik alles goed gevonden, alles goed gevonden. En die zit op die... En die schommelt zo. En er gebeurde niks bij de aanvang van die voorstelling.
En die keek rond. En de mensen beginnen dan al te gniffelen. Gaan we naar Lucifer zitten kijken? En zetten we een acteur met een bolhoedje als Charlie Chaplin? Hè? En die zegt ineens, mijn Belial? Schommel van de ene kant, ging henen om op te kijken naar Apollyon hier beneden. Nou, op dat moment heb je het pleit gewonnen. En dat was, daar werden alle acteurs door aangestoken. En we hadden de mazzel dat we toen nog, ja, dat is mazzel, hè, dat kan je allemaal van tevoren niet bedenken. We hadden toen nog een souffleurshok. En toen Apollyon, die naar de aarde op zoek was geweest, hoe het met de mensen ging, die kwam uit het souffleurshok. Dus toen was er een verdieping aangebracht. En kon publiek zich voelen in een ja, nondescript universum. De hemel. Ja. Geweldig. En het was een feest. Dat voorstelling kreeg een succes. Ja. Want ik, tijdens de gesprekken kwam toch wel af en toe lichtjes in je ogen en iets verhoogde stem. Of als er een bepaalde, terwijl je hebt over kunstenaars altijd een beetje die ja, succes, dat liever niet. Nee. Het is wel het beste wat er is, maar succes is besmet. Ja, heb je dat ook zo gevoeld? Nee, ik heb er alleen maar met volle teugen van genoten. Bij Lucifer achter in de zaal staande, dan zo'n 600 achterhoofden zien die in beweging waren op oud-Hollandse tekst. Nou, dat was een geluksgevoel. Echt een geluksgevoel. Had mijn Moortje ook, dat is fantastisch. Omdat dan die mensen, mensen waar ik me niets van aantrek als ik op het toneel sta. Maar als ik als regisseur of als leider van een groepje kan helpen dat teweeg te brengen. Ja, dan ben ik gelukkig. Dat vind ik fantastisch. Ja. Ben ik ook anders? Ben ik ook ontspannender? Ben ik ook vrolijker? Ben ik ook gezelliger? Dan heb je dus een gevoel wat je als acteur nooit hebt. Nee. Dat is... ik vind het nooit goed wat ik doe. En als je dan één stadium verder gaat naar die leidinggevende figuur, ja. Heb je dan ook dit soort geluksmomenten gekend? Nou, dat is meer achteraf. Ik vind het. Ik moet zorgen dat het apparaat in beweging blijft. Dat uit zich alleen maar als er een voorstelling heel erg goed gaat. Maar ook als de hele toeleveringsacties kloppen. Dat de techniek klopt, dat het kantoor klopt, dat de boekhouding klopt, dat alles op tijd gebeurt en dat allemaal werkt. En dat het de paniek van het theater kan opvangen. En dat heb je ook wel meegemaakt. Ja, natuurlijk. Ik zal niet overdreven, maar zeker twee keer per week. Ja, er hoeft maar een bus stil te staan. Ja. Er hoeft maar een vrachtwagen een lekke band te krijgen. En nou ja, ik hoef jou niks te vertellen. Nou ja, nee, je hoeft mij ook niks te vertellen, nee. Maar we maken iets voor een ander. Ja, en dat, precies. En dat maar he, dus wat ik neem, ik denk niet dat. In gesprekken over de leiding van het toneelgezelschap hebben dat dan meteen bij je opkomt, de vrachtwagen die met een voorstelling. Ja. En dat je bij in de kerstdagen hadden wij bij theater 4 of 5 voorstellingen en over het land dat er één auto was gestrand voor een matinee in Apeldoorn. Ja, dan word je wel onder de kerstboom weggeroepen om even te kijken wat er aan de hand is. Maar vaak. Komen uit dat soort panieksituaties ook weer, schieten weer nieuwe ideeën, nieuwe organisatieplannen. Ja. Als er in een voorstelling een keer iets misgaat, heb je altijd, dat houden we erin. Of, of dat een acteur ziek wordt en een ander komt en die doet het vanuit een hele andere hoek. Ja. Maar kijk, theater is een hele langzame kunst. Die wordt 1,5 tot 2 jaar wordt er over een stuk nagedacht voordat je begint te repeteren. Dus dat snelle reageren op alles, dat zit niet in ons bloed. Dat kan ook niet, want ja, dan is het zo uit de hand gelopen dat je geen antwoord hebt. Alleen als een bedrijf goed geolied is het op te vangen. Maar nogmaals, ik heb altijd gedaan bij het beginnen van een voorstelling niet te veel aan de techniek vertellen. Want dan maken ze
fouten. Tenminste, dat wil zeggen, ja, ze gaan dingen doen die jij die verrassend voor je zijn. Ja. Daarop anticiperend kom je weer tot nieuwe ideeën. Ja. Dus op een zeker moment is er een flits uit de zaal. Ja. Ik reageer er direct op en denk, weet je wat, dat doen we morgen weer. Ja. En dan moet een van de technici moet die flits doen. Ja. Dan komt er weer een moment dat die technicus... Maar dat gebeurt bij het toneel niet. Nee, nee, of dat die technicus dat dan vergeet. En Nee. Een van de belangrijke bewegingen in het naoorlogse toneel is geweest de perfecte ontwikkeling van de theatertechniek. Er is een school voor opgericht. Er is een leerstoel voor gemaakt. Frits van der Haspel heeft dat allemaal geregeld. En waar het beroep van toneeltechnicus een vooraanstaand beroep is geweest, wat dezelfde... Wij hadden bij het Publiekstheater in de aanvang van het seizoen, voordat we gingen repeteren, altijd een bijeenkomst met de techniek. Wat hebben jullie bedacht in de vakantie? Wat moeten we doen? En dan was er altijd eentje die alles wist van hoe je met licht om moest gaan. We moeten nu dit bestellen. We moeten nou daar op die... ik zorgde dat ze abonnementen hadden op... Duitsland had een fantastisch technisch theatertijdschrift. Dat gewoon op de leestafel ligt. En dat de mensen daarmee bezig waren. En dat het beroep serieus genomen wordt. En in mijn begintijd was dat niet echt serieus. Dan was het echt... Nou ja, en onderbetaald en werkomstandigheden waarvoor je je moest schamen. En dat is godzijdank allemaal verbeterd. En dankzij jou? Nee, mede. Nee. Ja. Het ene van dankzij mij is dat ik de voormannen in de gelegenheid heb kunnen stellen. Ja. Dat ze een dag in de week les konden gaan geven. Nee. Aanjager. Ik vind het aanjager. Oh, kom maar op met die tomaten. Nee, zie je wel, dat breekt. Ik wil ook nog even met je hebben over de kritiek. Je vertelde me net, want je hebt natuurlijk enorm veel kritiek gekregen. Ja. Je vertelde me net dat je een Lear-vertolking deed in de regie van Johan Doesburg. En dat neergesabeld is. Ja, neergesabeld. In ieder geval wat ik deed. Wat gebeurt er dan met je? Nou, dat is heel naar. Dat is heel naar, vooral omdat de woordkeus soms echt ontzettend persoonlijk negatief was. En, maar het kan toch niet dat door één King Lear te vertolken je hele leven en wat je gedaan hebt... Nou ja, het voelde wel zo aan dat alles voor niks was geweest, laat ik het zo zeggen. En dat trek ik me dan meer aan dan de criticus wat er waarschijnlijk bedoelt. Maar het had iets genuanceerder gekund. Maar was het ook zo van, nou ja, dit is nou wat ik mijn hele leven voor gevreesd had? Of wat ik... Nee, want ik heb zoveel slechte kritieken gehad dat ik had er wel een bodem voor. Ik had er wel behoorlijk ervaring in slechte kritieken. Wanneer trek je een kritiek in de goede zin aan? Nou, op de ingeslagen weg gaan. Weggaan als ik het ermee eens was. En ik vond een aanmoediging voor het publiek om te komen, dat is altijd mijn zwaarste drijfveer geweest vanuit het leiderschap. Daarom joeg ik op goede kritieken en deed ik alles voor PR. En dat ik dacht, jezus, wat zei je te slijmen. Maar ik moest het doen, want dat bedrijf moest overeind gehouden worden. En hoe meer mooie kritiek, hoe beter. Nou ja, dat is. Heb jij het idee dat de kritiek zich voldoende bewust is van zijn wervingsplicht? Ze zijn zich heus bewust van de werking van hun kritieken. Ja, maar de werving ook. Maar de werving, dat is hun zaak niet. Nee. Dat is het ellendige. Ze zijn niet in dienst van ons om er goed over te schrijven dat de mensen komen. Ik vind alleen dat het gevoel voor betrekkelijkheid
te weinig in de Nederlandse kritiek voorkomt van dat er eens een keertje staat, ja, dit is mijn mening, maar het publiek vond het fantastisch, dat moet ik eerlijk zeggen. En ik vraag me dus af waarom ik het niet goed vond. Dat soort bevrijdende zinnetjes zou ik wel eens wat meer gezien Want hebben. Is over het algemeen je reflex op een slechte kritiek van ze snappen het niet? Woede. Nee, ja. Woede. Woede. Ik heb na de slechte kritiek op Macbeth bij het Publiekstheater, heb ik een tafeltje in elkaar getrapt, thuis, waar de kinderen bij waren. En daar schaam ik me nog dagelijks 3 minuten voor. Dat vind ik zo vreselijk dat ik het gedaan heb. Maar ik was zo kwaad. We deden daar maar niet zoveel stukken. Dus we hadden niet veel om het goed te maken. En dat stuk moet ook toch nog 60 keer gespeeld worden. En dat was geen opmonterende kritiek. En dat komt niet aan. Maar in elke fase van je leven, en ik heb dus veel fases achter de rug, reageer je anders. En krijg je op een bepaald moment, ja, het zal wel. Maar heeft de toneelkritiek een status? Is het belangrijk? Heeft het een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van het theater? Sinds ze praktisch geen ruimte meer krijgen, kan je daar überhaupt niet meer van spreken. Kan je het ook niet van ze verlangen. En in de eerste tijd, in de eerste 30 jaar, zoals ik me die herinner, was de toneelkritiek heel belangrijk. Jana van Schaik in De Groene, Gomperts in het Parool, magistrale teksten, die soms heel leerzaam waren. En niet tot in de kern afbrekend als ze iets niet goed vonden. Daar was de Telegraaf voor, de Jan Heijn Dinges. Jan Heijn, hoe heet u die geloof ik? Spierdijk? Spierdijk kwam daarna, dat was ook niet feestelijk. Daar heb ik me ook voor naar Canossa gegaan, naar Abcoude, om met hem te praten of hij zijn toon iets wilde matigen. Dat heb je ook gedaan? Heb ik gedaan. Ja. Heb ik gedaan. Toen was ik bij het Toneel op Theater en we konden het niet hebben. En bij het Publiekstheater vond hij het ook. Heeft het geholpen? Het heeft absoluut geholpen. Alleen toen ik weer naar het Publiekstheater ging, toen was het een schande dat zo'n broekie als ik Guus Oster kwam vervangen. Dat mocht helemaal niet. Dus, en het repertoire kreeg meteen in zijn geheel een kat. En, maar dat hebben we ook kunnen overwinnen. Maar toneelcritici hadden ook vaak artikelen over over de algemene toestand van het toneel. En dat bestaat praktisch niet meer. Alleen in de Volkskrant proberen ze dat nog wel met Herin Wensink. Alleen die is ook weer met handen en voeten gebonden, omdat haar man directeur van Nationaal Toneel is. Dus die kan ook niet vrij uitschrijven. Nee. En de kritieken zelf, die krijgen steeds minder plaats. Wie vond je nou echt een belangrijke criticus waarvan je zei... Waarvan kon ik het hebben als die slecht schreef? Ja. Dat was Daniel de Lange, in Van de Volkskrant. Die schreef niet met verstand van zaken, want daar gaat het niet om. Het gaat om inzicht. Dat ze iets meer zien dan de voorstelling zelf. Dan de uiterlijke kant ervan. En Kester Freeriks vind ik in de loop van de jaren een steeds betere criticus vinden. En nu die op zijn top is, is die niet meer criticus. Jacques Heijer? Jacques Heijer, die was altijd zo tegen ons theater gekant en aan de kant van Gerard-Jan Reinders. Oh ja. Dat wij eigenlijk alleen maar vochten om de NRC voor te zijn. En enkele keer prijst hij ons dan wel eens. Maar vond het dan zo verbazingwekkend dat hij het bijzonder vond, dat hij dat ook kwijt moest. Ik weet nog wel, een traan voor Elektra stond erboven. Tegen mijn zin ben ik ontroerd geworden. Ja, dan kan je naar huis. Dat is nog weer een ander punt. De kop boven een stuk is. Ja, die is meestal niet van de. Dodelijk. Ja, en die is meestal niet van de criticus zelf. Hè. Nee, dat is natuurlijk ook. Ja. Dat je een belang hebt dat er mensen komen. En er staat iets boven wat eigenlijk helemaal niks met het stuk te maken heeft. Nee. En de zaak, het publiek alleen maar te voelen. Hoef ik niet te lezen. Nee, precies. Geldt op het ogenblik ook voor die sterren. Ja, onzin. Ja, onzin. Maar je noemde de naam van Gerard-Jan Reinders. Ja. Ik wil even de sprong maken naar de tijd dat jij niet meer deel uitmaakt van het discours. Ja. En, dat is maar 2 of 3 jaar geweest. Hè? Maar je leeft nu nog. Ja. Maar zie jij na
Want Gerard-Jan is eigenlijk alweer voorbij, hè? Wekt de indruk. En we hebben Ivan. Ivo. Sorry. Ivan. We Ivo. Hebben, Ivo. Ja, ik maakte samen Ivo van Hoven, maar ja, okay. Ivan Hoven. Okay. Ik word ook een dagje ouder. Ja, maar het is ook en een mooi we hebben hem verloren aan de Verenigde Staten en, ja. En Londen. Ja. Ja, maar daardoor is hij in staat om over een uitputting bij een eigen gezelschap te komen. Ja. Hij houdt dat al bijna 20 jaar vol. Dat is een wereldrecord. Dat bestaat gewoon niet. En dat komt omdat hij de helft van de tijd buiten de deur kan werken en daar inspiratie op kan doen. En overdag via de video, en dat is ook de zegen van de moderne tijd, ja. De problemen bij Toneelgroep Amsterdam, of hoe heet dat, ITA kan ja. oplossen. Ja. En meedoen aan de vergaderingen. En openstaan voor alle acteurs. En in die tussentijd met Isabel Huppert kunnen werken. Ja, nou, dat is een inspiratie die hij mee kan geven. En dan kan die Marieke Hebink weer op een andere manier in het licht zetten. En ik ben een groot bewonderaar van Ivo. Ja, want je hebt gewerkt met allebei. Ja, pardon. Ze hebben jou geregisseerd. Ja, geregisseerd. Je hoeft niet per se met... wil je daar iets over zeggen? Het was verschillend. Ja, tuurlijk. Dat is maar goed ook. Nee, natuurlijk. Nee. Maar, ja. Maar is er dan ook een stijl die jou beter lag van de een of van de ander? Ja, of, nou, of wat hebben ze aan verschillende dingen uit jou gehaald? Nou, Gerard-Jan heeft heel veel uit me kunnen halen door niks te zeggen. Ja, dat is zijn geheim. Ja. En daar word je zo onzeker van. En daar zet hij dan wel uitroeptekens bij. Tegen het eind van de repetitieperiode maakt hij daar opmerkingen over. En zegt dan, ja, dat is wel goed onzeker. En dan blijft zo'n woordje onzeker hangen. Dus dan is het niet de onzekerheid die de boel verknoeit, maar de onzekerheid die een kwaliteit zou kunnen zijn. En daar hang je dan aan op. Maar het was een totale andere benadering dan mij voorstond. En bij Ivo was het veel strakker in het vak. Werd er veel strenger gelet op alle facetten. En daar zag je ook aan dat Ivo een fantastische leraar op een school moet zijn geweest. Om basisprincipes bij te brengen bij acteurs. Over jou... Dat hebben we helemaal niet aan de orde gehad. Wil ik toch even nog even bij stilstaan. Ja. Cosette speelt niet voor, stond er dan. Ja. En als je dat leest als even zomaar voor het eerst, denk je, Cosette speelt niet voor. Wat betekent dat? Maar dat wil dus zeggen dat jij, want Fons Rademakers was een regisseur. Alles die, ja, Ko van Dijk ook. Kwam je nooit overeen zelf nee, ook? Nee. Zo goed als zij het deden. Kan je toch niet? Nee. Kan je toch niet? Maar jij bent geen voorspeler. Nee, waag ik me niet aan, want dat zou meteen misgaan. Tom Lutz kon dat wel. En daar kon je het ook van accepteren. Sjarov was daar de meester in. Dat juist. Een heel, heel klein, oud, dik mannetje. Die naam moeten we, die ben ik tot nu toe, ja. Een klein, Sjarov. Oud, dik mannetje dat een jong meisje kon spelen. Beter dan het jonge meisje dat dit spelen moest. Ja. En dan is voorspelen gnadeloos goed. Maar voor degene die daar zitten te kijken. Dat besef heb je op dat moment niet. Nee. Je pakt daar de goede dingen van over, als je goed bent. En bent dan dankbaar dat dat ook kan, op die manier. Iedereen staat zo anders in een repetitieproces dat ik daar niet... Nou, ik ben ook voorgespeeld door Frits Marquardt in De Ingebeelde Zieke. Die speelde mij ook, hij was ook zo klein, die speelde me ook met Duits voor hoe ik met een emmer stront moest lopen. Maar dat ik dacht, ja, maar dat zal ik nooit van mijn leven kunnen. Maar deed dat dan zo genadeloos goed. Dat accepteer je. Tuurlijk. En dan ga je proberen in die richting te komen. Je krijgt een cue om iets te benaderen. Sjarov was leerling van Stanislavski. Ja. Ja, en, daarna assistent. Stanislavski is... iemand geweest die eigenlijk structureel les kon geven aan acteurs. Ja, en daarmee het toneel veranderen. Precies. Hij
nou ja, dat kan jij veel beter uitleggen dan ik. Wat vond hij dat moest veranderen in de houding van de acteurs? Nou ja, kijk, het Russische toneel was het heel anders dan het West-Europese toneel. Maar het kwam in die zin overeen dat het bombastisch was en niet waarheidsgetrouw, niet een echtheid vertoonde. Maar je ziet wel, dus ook in bombastisch spelen, zie je ook of een acteur goed is of niet. Dat maakt niet uit. Maar hij wees dat af en bracht daarvoor in de plaats dat er iets onder een tekst zat. Dat als ik zei, ik hou van jou, dat ik dan meenam hoe ik tot dat houden van ben gekomen en hoe moeilijk mij het houden van kost. En dat de overwinning om die woorden uit te spreken de tekst een andere kleur geven. Terwijl zonder zo'n aanwijzing zegt iemand gewoon vanuit zichzelf, ik hou van jou. Maar dan weet je niks verder van iemand. Was Steenbergen nou een ideale Stanislavski-acteur? Vanuit zichzelf. Ja. Niet vanuit een theorie, nee. Dan had je in Amerika nog weer de actorstudio. Ja, een afgeleide van Stanislavski. Dat is Stanislavski. Ja, ja. Waar acteurs erg veel steun aan hebben gehad in moeilijke filmrollen, et cetera. Ja, Marlon Brando, hè? Dat is dan zo'n... Ja, Vivien Leigh. Ja, ja. Zo'n mompelaar. Ja, ja. Het heel, heel ingehouden. Ja, dat was ook de eerste die dat kon. En die ons toch massaal over de hele wereld overtuigde van een niet te benaderen talent. Maar die later toch wel moest auditie doen om in The Godfather mee te spelen. En toen dacht ik, doe een watje onder mijn mond om er anders uit te zien. Ja, fantastisch. Ja, ja. Ja, ja, ik weet niet of je ook nog in je leven iets gehad hebt aan Orson Welles. Als voorbeeld voor Falstaff, waar die film van heeft gemaakt. En daar heb ik wel aan gehad, ja. Ja, ja. Dat was Co van Dijk tot de derde macht, zoiets. Zoiets. Ja. Maar hij was natuurlijk ook een geweldige filmer. Ja. Citizen Kane is natuurlijk fantastisch. Ja. Maar het proces heeft hij gefilmd. Ja. Hij heeft dat hoorspel gedaan. Ja. Waardoor einde van de wereld. Heel Amerika in paniek was. Ja. Eigenlijk had hij in Europa moeten wonen. Ja, hij heeft ook veel contact met Europa willen hebben. Ik heb hem samen met Fons Rademakers in een restaurant op de Place de l'Odéon zien kletsen. Waardoor we dachten, gaat Rademakers nou een rol spelen bij hem? Of probeert Rademakers hem voor een project hier te interesseren? Daar heb ik verder nooit wat van gehoord. Maar dat aanzicht achter die spiegelruit van die twee mannen, ja, dat vergeet ik nooit. Je bent niet meer even naar binnen gegaan. Durf ik niet. Echt? Durf ik niet. Nee, geen sprake van. In geen enkel stadium in je leven? Ja, later wel, tuurlijk. Ja. Als ik de leeftijd van Rademakers toen had gehad. Maar ik was toen ook, ik geloof 25 of zo. Nee, dat was een stadium waarin je nog altijd u zei tegen oudere mensen. Ik heb Paul Steenbergen, heb ik tot en met nachtasiel, heb ik meneer Steenbergen moeten zeggen. Ja. En dat is dan nu veranderd. Ik wil even naar de toekomst toe. Ja. Je noemde me iemand die je op de toneelschool ontmoet hebt toen je daar les gaf. En hij kwam als tweede klasse nederig vragen of hij die les bij mocht wonen. Ja. Toen dacht jij onmiddellijk, laat die maar schuiven. Ja. En hij is gaan schuiven. Hij is nou artistiek leider van toneelgroep Maastricht. Ja. De jongste artistieke leider. Ja. 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 En jij hebt dus het volste vertrouwen dat toneel op de een of andere manier doorgaat. Ja. Denk je dat het toneel nog weer die positie kan krijgen die het toch wel gehad heeft in de samenleving? Als er strengere maatstaven worden gesteld aan wat er van het toneel moet worden gevraagd. Ik heb al mijn werk kunnen doen omdat er eisen waren. Toen ik hier kwam bij het Nationaal Toneel werd mij gevraagd om het moderne en het klassieke repertoire te verzorgen. En als je daar dan ja op zei, kreeg je... Dat is nogal breed, modern en klassiek. Ja, oké, maar als je überhaupt niet gevraagd wordt, modern of klassiek, dan gaat iedereen zijn gang. Ik vind dat er vroeger was niks beter dan nu, hoor. Zo zit ik niet in elkaar. Maar ik heb geluk gehad dat er in die hele periode van het Publiekstheater iemand op het ministerie zat
die aangesteld was om een oog te houden op de ontwikkeling van het Nederlands toneel. Iemand een soort superintendant. Ja, die zich heel mild, nauwelijks bemoeide. George Lawson. Ja, oh ja. Anders had die periode was er niet geweest. Dan was het net zo chaos geworden als nu. Nu is het repertoire toneel, mag je het niet meer zo noemen. Maar je kan je toch bijna niet voorstellen dat daar op dit moment iemand gediend zou zijn van commentaar vanuit de politiek. Ja, zij hebben de geldbuidel. Dus ze kunnen zeggen, jongens... Nee, maar in deze, het is grappig, bij het ministerie van Binnenlandse Zaken zit een filosoof die dus nadenkt over de verhoudingen tussen de ambtenaren en de beleidsbepalers. Ja. En dat gaat er dus over klokkenluiders. Ja. Die moeten een positie krijgen. Ja. Hij onderzoekt dat, draagt er zorg voor dat open blijft, dat er een gesprek is. In deze tijd, waarin voortdurend geroepen wordt, men heeft een verhaal nodig, om nu eens los van die propagandataal en die marketingtaal te komen met een verhaal. Ja. Bijt je tanden er maar eens op stuk. Ja. Forum voor Democratie, maak er maar eens een stuk over, noem maar op. Ja. Daar zou je voor willen pleiten. Jazeker. Ja, zeker. We hebben hier bij het Nationaal Toneel de kwestie Schmelzer gedaan. Een politieke ervaring. En dat is belangrijk. Maar daar werd je toe in gelegenheid gesteld. Want je budget moest blijven kloppen. Ja. Nou ja, het gaat mij dan niet zozeer om de actualiteit als wel... Ja, jawel, maar om ook die bindende factor... Ja. Te vertolken. Want nu zitten we in die coronacrisis. Ja. We hebben de wappies en we hebben de gevaccineerden. Ja. Ja. Daar is een spanning tussen die natuurlijk heel theatraal vertolkt zou kunnen worden. Maar de corona verbiedt ons ook toneel te spelen. Ja. Dus er gebeurt niks. Je kan er nu niks meer mee. Als dadelijk het afgelopen is, dan moet dat zo verankerd zijn geweest wat er toen is gebeurd, dat men de inspiratie vindt om daar toneel over te maken. Maar dat was toch verdorie wel mogelijk geweest om onmiddellijk te zeggen, op één... krijgen we een eenacter van een half uur waarin de actualiteit gespeeld wordt door een aantal mensen? Ja, nou op dat idee komen ze niet. Ze zeggen altijd, ja dat is te laat, maar dat maakt niet uit. De tijd dit doet er, iedereen kan het op zijn eigen tijd bekijken. Ja. Maar dat het belangrijk is dat er dus zeg maar 20 schrijvers zitten en een pool van 100 acteurs. En dat je kunt door... Ja, maar wie organiseert dat? Wie beslist dat? Nee, ook weer met klimaat te maken. Laten we te snel de kopjes hangen. Jawel, maar we zitten nu in een situatie die geen vergelijk heeft, hè? Die pandemie nu. Dus moment werd er gevraagd of je voor de cultuurkamer wou tekenen. Dat was ook nogal wat. Ja, maar dat ging meteen om lijfsbehoud voor mensen met een gezin en mensen met een principe. Maar nu is dat toch ook bijna zo, ja. Lijfsbehoud en principes. Ja, goed, maar als je uit principe niet... vaccineert, is dat heel wat moeilijker dan als je uit principe niet voor de cultuurkamer tekent. Dat is dat staat erg tegenover elkaar. Maar mijn kritiek of mijn angst voor het repertoire toneel, als repertoire toneel bestaat uit het in levend houden van ons erfgoed, laten we het maar zo belastend zeggen, als het daaruit bestaat, dan moeten acteurs en toneelgezelschappen in staat worden gesteld om A, dat te doen en B, daar hun eigen idee aan te geven. Allicht. Maar ze moeten het niet weggooien en denken dat ze vanaf nul kunnen beginnen. Want dat halen we niet meer. We hebben genoeg in voorraad om Hendrik de Zesde naar onze hand te zetten, wat Ivo heeft gedaan. En dan kan ik daar kritiek op hebben. Het is ontzettend jammer dat je het hele Jeanne d'Arc gedeelte hebt geschrapt. Maar we hebben wel Hendrik de Vierde een groot deel gezien. Dat vind ik geweldig. En dat heeft hij zo hedendaags gedaan, dat ik daar heel wat parallellen van nu in heb gezien. En daardoor kon vergeven, godverdorie, ik had Jeanne d'Arc zo graag willen zien. Maar ja.
Hans, we zitten op een nogal historisch plekje in de Schouwburg. Ja, voor mij. Hè? Voor mij. Voor jou, ja. Deze stoel, we zitten op het eerste balkon. Hier zat je als kind? Ja, met mijn broer. En mijn broer zat op het hoekje. En we waren, ik geloof 13 en 15 of 12 en 14, dat weet ik niet meer precies. We kregen vrijkaarten voor de matinee van de Haagse Comedie. In de tijd dat mijn vader daar werkte. En gingen we elke zondagmiddag naar de Schouwburg. En kregen we altijd deze plaatsen. En als dit vol was, dan zaten we hier op het trapje. Want de bouw is iets anders dan het vroeger was. De stoelen zijn anders bekleed, en et cetera. Maar en dan zaten we zo ook op de rand van dat ding. Zaten we zo te kijken. En we keken natuurlijk als kinderen. Als kleine kinderen. Die een verhaaltje probeerde te volgen. En ja, Jules was ook nog eens 2 jaar jonger. Dus die zag allemaal andere dingen dan ik. En die had een ongelooflijk gevoel voor humor. En die haalde van alle meest serieuze stukken, haalde die altijd de komische gedeeltes naar voren. En dan stootte die mij aan. En dan zag ik dat ook. En dan moest ik lachen, maar zeer tegen mijn zin. Want ik vond alles serieus en ik was heel ernstig. Maar Jules kon mij altijd... Hebben jullie wel eens de voorstelling verstoord met z'n tweeën? Nee. Maar we hebben wel een schop gekregen van een meneer of een mevrouw die hier zat. En nou moeten jullie stil zijn. Ja, mijn vader heeft 1 keer vanaf de kansel mijn broer en mij toegesproken. Oh, vanaf de kansel. Wat ja, erg. Midden in een preek werd hij, had hij er genoeg van en wij kregen dat... Een vermaning van de kansel. Een vermaning, Jezus. Maar dat heb je... Je vond het ook echt leuk om naar te kijken. Ja, ik vond het geweldig. Ik vond het geweldig. Maar als je als kind de revisor ziet in die gedetailleerde regie van Sjaarhof... Met Lazeur en mijn vader had er ook een komische rol in. Het was echt, dat was een feest. Daar ben ik 3 keer geweest. De tweede keer nam ik een meisje mee uit mijn klas. En de volgende keer nam ik een ander meisje mee uit mijn klas. En al dacht ik, ja, het was een feest wat daar allemaal gebeurde. Jullie zaten hier, was je oom toen al directeur hier? Nee. Guus van Straten? Nee. En toen was het... Carpentier Alting, de vader van Menzo Carpentier. Die later ook weer directeur geworden is. Ja. Ja. Dat was de Schuurserstraat, hè? Ja. Ja. En jouw moeder, Sjaan van Straten. Ik wil nog even terug naar jouw grootouders dus. Ja. Want je grootmoeder en je grootvader... Ja. Van moeders zijde waren allemaal toneelspelers. En die vrouw, en de grootmoeder heette van zichzelf Verstraten. Ja, Marie Verstraten. Want die naam is dus overgenomen door haar kinderen. Ja, wat precies. Ongebruikelijk is. Ja, en als toneelnaam. En die Marie Verstraten was een hele gevierde actrice in Vlaanderen. Maar die was ook alweer de dochter van een actrice. Dus het is ongeveer in 1850 begonnen van die kant van de familie. En toen mijn ouders, of mijn moeder, als kind aan het eind van de Eerste Wereldoorlog zijn ze gevlucht naar Rotterdam. Met 1 miljoen andere landgenoten. En die zijn daar gaan werken. En zijn toen na de oorlog teruggegaan. Was het toneel in Vlaanderen van betekenis of speelden ze ook Franse rollen? Nee, geen Franse rollen. Nee, het was echt Vlaamse. Want zeg maar, het bewustzijn van de Vlamingen is wat later gekomen dan het bewustzijn van de Walen. En zeker dan een Nederlands nationaal gevoel. Jawel, maar Vlaanderen heeft altijd wel zijn eigen schouwburg gehad in Antwerpen. En, want wij hebben echt na de oorlog die weef meegemaakt dat overal van die culturele centra uit de grond kwamen. Ja. En in Vlaanderen was op een zeker moment Hendrik Conscience degene die opeens de taal ook belangrijk maakte. Ja. Ja. Dus, en er zijn ook belangrijke opleidingsinstituten geweest. En toen hadden ze veel succes in Holland gekregen, maar toch teruggegaan en toen heimwee gekregen naar Holland. En toen zijn mijn ouders in Rotterdam beland en daar hebben ze tot het begin van de oorlog ook gewoond, geloof ik. En daar was mijn grootvader, Jules Verstraten, een gevierd acteur, die daar ook zijn 25-jarig jubileum heeft gevierd. En in een koets door de stad gereden. En na de oorlog heeft mijn grootvader doorgespeeld bij Comedia en ook bij Wim Sonneveld. Ja.
En nou ja, dat zover ben ik. Nou, dan naar mijn eigen gezin. Je eigen gezin. Ja. Ik wilde het eigenlijk koppelen aan een van je grote successen bij De Appel. Dat was Faust. Ja. Ik denk dat heel veel kijkers dat verhaal wel kennen. Hè? Dus het verkopen van je ziel aan de duivel. Ja. Met de belofte dat eeuwig geluk je beschoren is. Maar er komt natuurlijk een moment van afrekening. Ja, en op, ja. Heb jij ten opzichte van jouw gezin dat Faustiaanse gevoel gekend? Joe, stel je me een vraag, zeg. Dat Faust, ja, kijk, in mijn perceptie was Faust op het moment dat hij rust zou nemen, dat het dan afgelopen met hem zou zijn. Dus je kan in verband brengen van mijn redelijk overdreven harde werken, uit angst voor het stoppen. Maar daar zat ook in het dubbele, het verantwoordelijkheidsgevoel voor je gezin. Nou, de verantwoordelijkheid in mijn onderhoudsplicht, daar voldeed ik aan. Door gewoon 7 dagen per week te werken. Maar aan de andere kant, het helpen opgroeien van mijn kinderen. Dat heeft daar erg onder geleden. Want ik denk dat jij in je vrouw, in Agathe. Gaat Witteman, dat je daar een enorme steun in hebt gehad. Anders was het niet gebeurd. Aan de ene kant had zij het natuurlijk ook moeilijk dat ze er alleen voor stond. Maar ze heeft me altijd aangemoedigd. Ze heeft nooit gezegd, en nou is het afgelopen, nou kom je thuis. En nou hou je op eens een maandje of 2 met toneelspelen. Maar was er soms van enige zachte aandrang wel sprake? Nee. Nooit? Nee, nooit. Heb je nooit verplicht gevoeld vanuit die hoek? Nee, maar kijk, ik had het ook iets makkelijker dan nu. Ik speelde heel weinig in die tijd, dus ik was wel elke avond thuis. Maar ik voelde me toch dat ik niet mee naar school ging. Dat ik te weinig bij schoolbijeenkomsten was. Wat allemaal ook nog niet zo nadrukkelijk was als nu. Maar ik heb in begeleidende zin... En wie heb je dan het meest tekort gedaan naar je idee, je oudste kind? Je oudste zoon, Alexander is de oudste en Julia is de tweede en Esther de jongste. Aan mijn oudste kind heb ik het meest kort gedaan, vind ik. Want daar had ik ik heb de aandacht altijd wel gelijk verdeeld als ik het kon, maar hij had extra nodig gehad omdat hij de oudste was en hij moest opgeleid worden voor het leven. En daar heb ik te weinig aan gedaan. Ik heb me aan afspraken niet gehouden. Ik zou met hem samen gaan kamperen. Ik zou samen met hem fietstochten gaan maken. Heb ik niet gedaan. En dat weegt zwaar. En die 9 weken in Griekenland per jaar waren niet voldoende? Die waren niet voldoende, kennelijk. Kennelijk. Omdat je dan in die 9 weken overdreven je best ging doen? Of? Nee. Dan was het zo vanzelfsprekend. We hadden 9 echt gelukkige weken. En dan wilden de kinderen een verlengstuk daarvan. En ik was meteen afgeknipt. En zat in andere zaken. Want tijdens de vakantie las je niks? Jawel, ik bereidde mijn stukken voor. Ja, precies. Ja, ik had een apart kamertje. En was je dan weer weg? Ja, in bepaalde zin, ja. Ja, dat maak je me op attent. Ja, want ik zie, gaat daar nog de kinderen weer in de auto stoppen en verder wegrijden naar een strand. En ik zat, Troilus en Cressy daarvoor te bereiden. Ja, de vakantie was ook de enige tijd om mijn stukken voor te bereiden. Zat wel in de goede buurt dan, voor Troilus en Cressy? Ja. Ik heb altijd goede buurt opgezocht. Ja. Die spijt die je nu voelt, is dat een ander soort spijt dan die je toen voelde? Ik voelde toen geen spijt. Geen? Te weinig. Had je het idee dat er iets aan je voorbij ging, iets tussen je vingers doorglipte waar je graag bij geweest was? Achteraf, hè? Achteraf. Niet op dat moment? Niet op dat moment, anders had ik het gedaan. Ik had de macht om vrij te nemen. Ik had de macht om niet elke ochtend om 9 uur op kantoor te zitten. Maar ik wou dat omdat ik vond dat de zaak niet streng genoeg werd aangepakt. En ik moest een bedrijf van ongeveer 100 man runnen, hè? Samen met Gerrit Koolters-Altes. Ja. Nee, 100 man. Ja. 45 acteurs en de rest aan kantoor en techniek. Dat was 100 man. Chauffeurs. We speelden tripluren. Hè. Tegenwoordig gebeurt het 2 doubluren niet meer. Dan was het allemaal maar 1 voorstelling per avond. Maar
Ze gingen allemaal op reis, want ze zaten in het oosten. En ja, daar had je geen lange series in een stad. Dat bestond niet. Dus je drie keer in Arnhem speelde. Want kwam je een beetje, wel een beetje in Amsterdam met en Den Haag? Ja, daar was ik op gericht om te zorgen dat ze me daar zagen. Niet mij, maar het gezelschap daar zagen. Nou ja, hebben je kinderen het je nagedragen? Nee, nou... niet nagedragen in de zin van, godverdomme, die klootzak. Nee. Ja, maar wat we gemist hebben, of wat ik, als het een persoonlijk gesprek was, wat ik miste, was mij tools meegeven voor mijn leven. En dat is er hard bij mij ingekomen. En dat, om terug te komen op jouw startpunt, dat is misschien wel een foutst moment dat ik ineens het inzicht had en dacht, en dan terugkeek en dat je dan denkt, ja, nou, de rest van mijn leven moet ik nu zorgen dat ik daar een beetje goed maak ten aanzien van hun kinderen. Ben je de ideale grootvader? Nee, maar wel een aardige grootvader. Ja, wel aardig. Niet ideaal, niks is ideaal. Nee. Nee, hoe dominant is jouw werk dan geweest en je hele... engagement met je werk, je toneel is eigenlijk dominant geweest. 100% of niet? Nou ja, zeg maar 90. Helemaal een beest ben ik niet geweest. Nee. Beetje. Ja, 90. Ja, ik probeer het een beetje te vergelijken met, natuurlijk met mijn eigen megalomanie. Maar dat lag totaal anders. Jij had echt nog die verantwoordelijkheid tegen die groep buiten je gezin. Ja, ja. En ik was zo streng opgevoed dat ik ook met niemand een gezellige relatie kon hebben. Ik ging nooit mee naar de kroeg. Nee. Er kwam nooit iemand bij ons thuis. Want dan verweet een andere acteur, die komt wel bij jullie. Daar was ik bang voor. En ook het café heb je niet... Nee, nooit. Ik ben een keer door Onno Molenkamp uit de auto gesleurd. En nou ga je een biertje meedrinken. Op die dag werd er een ruzie in een café uitgevochten. En werd een vrouw aan haar haren weggesleept. Toen dacht ik, ik kom hier nooit meer. Maar dat waren toch geen acteur en acteur? Nee. Die jij niet kende? Nee, de kroegbezetting. Jij moest natuurlijk ook jouw... je integriteit, je onafhankelijkheid... Ja. Blijven bewaren. Ja, en ik zat toch... Kijk, iedereen is die een functie bekleedt... is eigenlijk een tussenfiguur tussen wat er is geweest en wat er moet komen. En dat verschuift steeds. En ik ben mede bepaald door wat er voor mij is gebeurd. Hoe autoritair directies waren en hoe bepalend en hoe min. Terwijl ik net in de periode zat dat de jeugd in opstand kwam, inclusief mezelf. Maar toch nog altijd op mijn rug het non plus ultra van de oude generatie op mijn nek had. En altijd die controle voelde. En daardoor misschien krampachtiger het nieuwe wilde. En dat heeft mij gedreven die tot dat Faust moment. Maar dat kwam pas 60 jaar later. Ja. Mij fascineert aan toneelspelers hun stem. Het muzikale van het geluid. En dan kan je niet van iedereen vragen om het mooiste geluid van de wereld te hebben. Maar ik heb een paar mensen meegemaakt die voor mij een standaard waren. En dat was Elisabeth Andersen. Een bepaalde kracht in een totale vrouwelijkheid. Maar een power. Het zangerige van Helene Pimentel bijvoorbeeld, hier bij de Haagse Comedie. Daar ben ik gevormd door die stemmen. En het was zo'n perfect ensemble dat die verschillende stemmen, verschillend geaarde stemmen, een gezamenlijkheid vormden. En dat je dat ontroerde. Gaat het dan in de richting van een orkest? Of een... Ja, nou kijk, het wat aan toneel ontbreekt is muziek. En de combinatie muziek, toneel
is opera. En het is bij de opera begonnen, want je kan van de Griekse tragedies weten we niks, maar we weten wel, er werd gezongen en gespeeld. En dat was, alles werd begeleid, we weten niet hoe, maar we weten dat het allemaal muzikaal was. Dat is de geboorte van de tragedie. En dat heeft zich langzamerhand los van elkaar gemaakt. En dat kan ik niet eeuwig doorvoeren hoe dat precies is gegaan. Maar de opera is weer in opkomst geweest. Maar dat is het eeuwenlang ook. Samen met het toneel. De muzikale zangspelletjes, et cetera, zijn daar als tussenfactor bezig geweest. En nog. En dat is dan weer de geboorte van een musical in Amerika geweest. Overgewaaid naar hier. Maar wij missen als toneelspelers het gevoel voor muzikaliteit. En dat heb ik weer van Ton Lutz geleerd. Die had een ongelooflijk goed oor voor stemmen, waardoor we elkaar ook konden vinden. En die, als die regisseerde, dirigeerde die praktisch. Die had het over pianissimo, pianissimo. Nee. Beetje molto. Ja. Ja, goed zo. Doe het nog eens. En dan gaf hij het ook aan. En dan had je ook het gevoel dat hij niet een tekst hier had, maar hij had een partituur hier. Ja. En dat heeft mij geïnspireerd. En dat doet mij van acteurs houden, of ze nou goed spelen of niet, maar als ze maar een mooie stem hebben. Ik heb John Soer, kun je die stem nog herinneren? Ja, dat zijn monumenten van de uitzondering. Hè, die en Gerard Hartkamp? Ja, dat... ja. Ja, beetje zo. Geweldige stem. Ja. Wim Ponsia, maar ja. Ja, maar goed. Kregen wij natuurlijk. John Soer was een echte hoorspelacteur, ja, ook, hè? Ja. En Gerard Hartkamp ook wel. Wim Ponsia kwam natuurlijk, Hiep, die kwam natuurlijk, ja, bij People the Clown op de, ja, proppen. Ja. Ja, maar die is begonnen bij de Nederlandse Comedie. En die werd daar als figurant binnengehaald, maar had zo'n uitzonderlijk fysiekje, dat hij heel apart was. En Gerard Hartkamp was op zichzelf een goed acteur, maar hij had zo'n merkwaardige stem, dat hij zichzelf dus eigenlijk van een heleboel rollen elimineerde. Doordat hij alles een beetje zo praat. Ja, heel mooi. Ja. Ja. Maar als hij op zijn plek was, deed hij het heel erg mooi. Maar de mooiste stem is Annette Niebuhuizen geweest. Ja, dat... ja, echt waar. Dat is, daar kon ik maar laven. Maar kijk, we hebben de handicap dat wij onze eigen stem nooit horen. Nee. Tenminste, zoals anderen die horen. Ja. En we hebben nog wel eigenlijk een behoorlijk gevoel over onze stem. Ja. Maar zodra we hem terug horen, dan schrik je kapot. Dan schrik je een ongeluk. En dat je dan van een ander hoort, ja, maar het was mooi. Ja, ze zit me niet te vleien. Maar geen idee. Vind je, als je jezelf terughoort, heel hinderlijk. Ja. Heel hinderlijk. Ook te opgewonden. Ja, hysterisch. Ja. De hele tijd, maar alsjeblieft, doe het rustig. Je kan het ook gewoon zeggen. Ja. Mijn Belial ging henen, op lucht en vleugels drijven, om uit te zien waar onze Apollyon mocht blijven. Vorst Lucifer zond hem, tot deze tocht bekwaam, naar het aardrijk, opdat hij eens nader kennis nam van Adams heil en staat, waarin de almogendheden hem stelden. Dank u wel. Ja. Gaan we nou krijgen? Nou. Ik wil je bedanken. Ja, graag gedaan. God, zo aardig. Jezus. Zo een mooie bos. Mooie bos. Dank u wel. Ik ga zitten. Oh. Wacht even, Hans. Blijf nog even staan. Ja, oké. Okay. Er wezen of er niet wezen? Ja. Er zijn of er niet zijn? Ja. Dat is de vraag. Ja. Wat is eervoller? Lijdzaam het wispelturig lot ondergaan? Ja.
Of je te weren tegen de zee van zorgen. Ja. Die je door je er tegen te verzetten denkt te kunnen keren. Sterven, slapen niet meer. Nee. Rust vinden voor je hartzeer. En misschien zijn het bij jou geen duizenden prikkels meer, maar toch wel enkele honderden natuurlijke prikkels die dat lichaam bewegen. Ja. Is dat, als je terugkijkt, het voltooid leven dat je voor ogen staat? Stond, ja. Sterven, slapen, misschien wel dromen. Maar pas op, want daar loopt het spaak. Want in welke gedaante komt de dood je bezoeken? Je rent voor je leven. Op het ovaal van de wedrenbaan. Je wacht op erkenning. Van hem wiens ene zaadje door een kosmisch toeval dat ene eitje deed ontkiemen van haar die vervangbaar leek. Bleek. Je begon zonder te weten en kreeg succes. Zonder te kunnen. Je zag de Allerhoogste met aan zijn rechterzijde Lucifer. Die gaf het voetvolk stem en het dreigde je al snel te overstemmen. Je struikelde in het aangezicht van je helden. Je krabbelde overeind. Niet voor het vermaak, maar voor het bestaan. Je vernieuwde, liep vast. Je vernieuwde. Je ging met de pathos van de onmisbare, maar je knecht had al een nieuwe meester gevonden. En je speelt, wankelend, nog steeds. Wie kan mij zeggen wie ik ben? Zo maakt het geweten lafaards van ons. En zo wordt het gezond verstand verziekt door kleurloos gepieker. En lopen toekomstdromen op niets uit. Tot je er geweest bent.